Waarom heb je nu een ander t-shirt aan? Omdat ik niet blij ben. Vertel. We hebben net een telefoontje gekregen dat hij morgen komt. Dus ik had helemaal mijn Get Ready to Camp t-shirt aangetrokken. En toen was dat. Ging niet door. Dus hij komt morgen. Doe ik morgen mijn t-shirt aan. Een hele, hele goede morgen. Het is maandag. En kijk eens, wat is er veranderd? Joh, ik vond het weer zo spannend. Ik vond het weer zo spannend. Ja, je deed het perfect. Ja. Maar in ieder geval, ik vond het weer zo spannend. Maar kijk eens wat we hebben gedaan. En dan moet ik jullie ook even vertellen. Weten jullie waarmee we dat hebben gedaan? Met kijk nou. Met mijn Jimny. In, waar had je hem ingezet, Ruud? In welke... Ik heb hem in zijn four-wheel drive lage gear ingezet. Ja. En dan trek je dus een caravan. Die, volgens mij is die 100 kilo zwaarder dan jouw Jimny. Ja, dus joh, ik had echt letterlijk vlekken in mijn nek. Dus dat ging gewoon niet. Dat ging gewoon niet samen. Moest de walkie-talkie bedienen en man. En dan heb ik best wel een directieve man. Want ik ben bang. Ja. Oh, sorry. Ja, als ik lach, dat komt door mijn man. Ja. Nou, ik ga hem even helpen. Jongen, jongen, jongen. Het is, ja, sorry mensen. Geen blauwe lucht. Maar ik heb het er warm van. Het is warm, hè. En we krijgen van de week... volgens mij gaan we hier naar de 40 graden. Dus we hebben besloten om het ventje te laten staan. Want er zou een mover vandaag komen. Die wordt nou bijna zeker niet geleverd. Dus wat hebben we gedaan? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Het campertje staat daar. Die moeten we nog even voor de deur zetten. En die gaan we gewoon inladen. En dan gaan we gewoon met de camper gaan we de bergen in. Dat is het plan. Maar dat kan zomaar weer anders zijn. In een paar minuten. Bij ons weet je het nooit. En eerst... Ja, heel belangrijk. Ik ga jullie heel even laten zien hoe dat hij staat. En ja, joh, gekkenhuis. Heeft hij gewoon gedaan. Dus misschien kunnen we het wel proberen, schat. Nou, dan doen we de camper, caravan en dan daarachter de bonneke. In Frankrijk hebben we zo'n combinatie al zien rijden. Dat was zo'n filmpje wat op Facebook de ronde doet. Maar dat doen wij maar niet. Zo, even de sloten erop en dan gaan we ontbijten. En dan gaan we, nou zoals gezegd, eerst even ontbijten. En dan gaan we hem inladen. En als het mee zit, gaan we vandaag richting de bergen. Heerlijk. En weten jullie waarom? Omdat het kan. Ja, joh, dat kan die toch als de beste, hè? Vind ik. Waarom heb je nu een ander t-shirt aan? Omdat ik niet blij ben. Vertel. Nou, de mover die zou vandaag komen. We hebben net een telefoontje gekregen dat die morgen komt. Dus ik had helemaal mijn Get Ready to Camp t-shirt aangetrokken. En toen was dat... Ging niet door. Dus ja. Doe ik morgen mijn t-shirt aan. Ja. Niet leuk. Nee, vind ik nou ook. Ik had me zo verheugd. Dus zo, weet je, ik wilde al in de caravan slapen op de oprit. Dat mocht al niet van mijn man. Echt waar, zei hij dat? Ja. Wat een prutser. Nou, dan gaan we morgen maar weg. Ja, maar ook pas morgenmiddag, want... Dan belt zo'n bedrijf, ja, een pakje van dat bedrijf en zo. Dat komt morgen tussen 8 en 2. Ja. Dat is een hele werkdag, zowat. Ja. Dus op de eerste plaats vroeg opstaan. Op de tweede plaats lang wachten. En dan kunnen we net zo goed mee die camper op gaan halen. Met, ja. Wat hebben wij het zwaar, hè? Maar wel een lekker ontbijtje. Ja. Eet smakelijk. Ah, is het... Oké. Cheers. Goedemorgen. Wat is er gebeurd?
Uit bed gestrest. Ja, doe de deur eens open. Ga ik even filmen. Hij zegt, oh, heeft hij hem nou daar neergezet? Hij heeft even volop erin gezet. Ja, het is nog geen 8 uur. Wat is er gebeurd? Man! Ik heb nog geen make-up op. Ja, ik ook niet. Oh, dat heb ik nooit. Ze zeiden... Ik kreeg gisteren een telefoontje van... we komen tussen 8 en 2. Jongens, ze worden dan altijd 2:15. En nu in één keer om 7:50 de deurbel. Dus dat jij het hoorde, wij lagen gewoon in hun bed. Sorry. Vetkleppen zijn wij nog zo laat in bed. 7:50, 's morgens. Maar we waren de eerste klant, zei hij. De eerste klant, dus nou. Waren we er nooit, hè? Dus ik zeg, inpakken. Gitaartje staat al klaar. Ja. We gaan op reis. Ik ga even wat aantrekken en uitpakken. Ja, goed dan. Jeetje, waar zijn de kanonnen? Ja, die komt erop, kijk. Die komt hier de loop. Ja. En dit is een huisje. Hier gaat hij wonen. Ja, en dat is, wat is het idee hierachter? Misschien kun je dat heel even uitleggen. We hebben zowel de aanhanger als de caravan, die vrij moeilijk te verplaatsen zijn natuurlijk met de hand. Ja. En zoals je ziet, de straat is vrij smal. Met mijn auto ervoor kan ik precies de draai niet maken, dus we hebben het nu met jouw auto gedaan. Met een auto die een paar 100 kilo lichter is dan de caravan. Ja, de wieltjes kwamen bijna los, hè? Ja, dat is zwaar. Maar bijna is niet helemaal. En dit is dan de mover. Ja. En dan hebben we gewoon 1 mover voor 2 apparaten. Ja, dat is het plan. Ja. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel ervaringen mee. En natuurlijk weten we dat we het niet overal kunnen gebruiken. Maar ja, wij denken voor ons dat het... De best of always is, hè? Of the both ways. De best of both ways. Ja. Nou, eerst maar eens even laden. Oh, eerst maar eens even kijken hoe het werkt. Ja, ook dat. En dan gaan we pad, mensen. Heerlijk. En loopt hij nog? Ja. Het is nog steeds pas net na 8:30. Hè? We zitten nog helemaal van... Ja. Er zit pas 1 kopje koffie in en nu al... Ja, waarom denk je dat ik jou film? Ja. Echt, ik heb nogal die vouwen op mijn velletje. Ja. Ik ga het boekje lezen. Ja. Het is allemaal spul wat je op de dissel kunt monteren. En dan rijdt dat apparaat uiteindelijk. Ja, dit zit dan zo op de dissel. En dan rijdt het apparaat rijdt hier zo in. Veiligheidsborgpen erin. Maar wij gaan het anders doen, want wij hebben dit erbij. Kijk, dus bij ons komt het uiteindelijk zo. Ja. En dan is die dus interchangeable. Ja, dat is het plan. En dan hoef je alleen maar het apparaat op te bouwen. Ja. Dus dat kan eigenlijk in de doos blijven dan, hè? Officieel zou die leeg moeten zijn en opgeladen moeten worden, maar kijk eens even. Lijkt wel ergens gaar. Leuke mensen. Dit is een opritje. Ja, sommige mensen kopen een skateboard. Ja. Surf, wind, surf in. Ik moet wel heel snel afspelen. Ja. Nou, het drempeltje gaat hier gewoon over. Heb je even ingeparkeerd? Mooi toch? Staat ik bij de andere motoren.
is dan zijn garage. We parkeren hem graag eens achteruit. Zo, in zijn slaapzak. Slaapzak, daar hadden wij ook nog graag even in gelegen. Oh. Nog een kopje koffie? En we zijn weer onderweg. We gaan naar het zuiden in ieder geval. Maar waar in het zuiden? Hier zie je Nooi-Leiningen. En daar in de verte zie je de Rijn-Ebene. En misschien wil jij even vertellen, waar gaan we heen? Wij gaan naar het zuiden, zoals je al zei. Wij gaan eerst naar een plaatsje dat heet Mansch. Vrienden van ons die krijgen daar vandaag hun nieuwe camper geleverd. Dus dat gaan we met hun neven mee vieren, de overgave. En dan rijden wij verder naar het zuiden. Het plan, maar ja, je weet hoe het gaat met camperen. Plannen zijn er om te veranderen. Maar het plan is om via het Zwarte Woud naar de Deutsche Alpenstraße te gaan. Die hebben we nog nooit gereden. Dat schijnt een hele mooie route te zijn, dat je continu rechts de Alpen hebt. En dan kom je door die Bayerse dorpjes en dat soort dingetjes. Denk ik, hoop ik. Dat gaan we doen. Yes. On our way. Jullie zien daar het Veldse Wald. En we gaan dus naar het Zwarte Woud. En waar gaan we heen? We gaan naar een plaatsje dat heet volgens mij Forbach. We zitten via Campy, dat is een app die wij aan het uitproberen zijn. C-A-M-P-Y, meen ik. Een plekje gevonden daar. En we zien of dat wat is. En dan gaan we ook bedenken. Een stuk of de informatie die in Campy staat, of die klopt. Ja. En als het kan, dan gaan we ook de informatie aanvullen. Want het is een app die is voor camperaars door camperaars. Zoals ik het heb begrepen. Dus je deelt de informatie die je daarop doet. En dat doen we natuurlijk graag aan mee. Ja. En daar schijnt dus de grootste houten loopbrug van Duitsland te zijn. Ja. Zonder ondersteuning of zoiets. Ja. Dus dat vinden wij natuurlijk best spannend. Dat zal die kraken zeg. Ja, ja. Dus dat gaan wij eens onderzoeken. Maar eerst, nou ja, zoals gezegd, gaan we even naar de Detlef dealer van onze vrienden. En genieten wij het mooie uitzicht. En rijden we nog even. Op onze vrienden. En ze weten van niets. Ook weer leuk. Heeft iemand ervaring met dit? Wij zagen het hier. Ja, nooit echt over nagedacht. Wij hebben natuurlijk alarm, maar misschien wel voor in de caravan. We horen het graag. Weer verder naar het Zwarte Woud. En we gaan weer verder. Richting het Zwarte Woud. En waar we onder rijden, wij denken dat het voor een tram is of een elektrische bus of, ja, tram niet, want er is geen rails. Of misschien wel elektrische vrachtauto's, zei Ruud. Ja, misschien zijn ze voorbereid op elektrische vrachtwagens, ik weet het niet. Ja. Maar het is dus aan beide kanten, net als dat we op de treinbaan rijden. Met rubberen wielen zonder rails. Ja, dan tjoeke 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 tjoeke, dat doe ik wel.
we zijn er. Woonmobiel stelplaats Am Rappenfelsen in Motel. 15 piekjes, alles zit erbij in. En dit is dan je uitzicht vanuit ja, je campervoorraam eigenlijk. Er ligt een rails, maar zo te zien is die niet veel in gebruik. En hier staan we, ik weet niet of dat te zien is met het tegenlicht. We gaan zo nog even op stroom zetten, dat is inclusief hier. En weet je wat ook mooi is, kijk, hiernaast is gewoon een soort van kroegrestaurant ding. Dus, nou, even installeren. En dan gaan we, ik denk, wat drinken. Oh, een leuk plekje. Een leuk plekje, hè? Hebben we de uitzicht gezien? Ja. Allemaal zo kleurrijk. Even installeren. Nou, daar zitten we dan. We hebben net gezellig gepraat met opa, de Nestor van de familie. Ja. Is een schildersbedrijf, hè, die dit runt. En ja, die zijn hier al meer dan 100 jaar. Ja, en dat gaat over van vader op kind. Ja. Hij zei dat zijn opa had het bedrijf gestart eind 1800. Ja. En hij is de derde of vierde generatie. Ja. Dus de zoon. Geweldig, hè? Dus. Ja. Helemaal geweldig. Dat is leuk, hè? Die verhalen dan, hè? Dat is echt geweldig. Maar wat een leuk plekje. Wat ik even wil laten zien hier. Er hangt hier ook kunst. Kijk eens even. Dat vind ik mooi. Ik zou het natuurlijk niet in mijn woonkamer hangen. Maar hier past het gewoon weer. En daar staan kabouters. En we hoorden net. Ja, dan moeten we wel al weg zijn. Het carnaval gaat hier beginnen vanaf donderdag. Ze gaan hier aankomend weekend het carnaval van afgelopen jaar inhalen. Het is er niet doorgegaan. Ja. En we hadden initieel bedacht om hier één nacht te zijn. Maar we zijn hier dus twee nachten. Misschien moeten we even vertellen waarom. Want we zijn gewoon eigenlijk omgekocht. We zijn omgekocht, ja. Er werd ons gevraagd hoe lang willen jullie blijven. Toen zeiden we nou één nacht, misschien twee. Maar we denken één. En toen zeiden de zoon van de oude baas van net, die zei van nou weet je wat, van mij krijg je de tweede nacht als je hier dan blijft tot donderdagochtend. Ja. Of tot en met donderdagochtend. Ja. Want dan komt een of andere nationale omroep uit Baden-Württemberg. Ja. Komt hier een reportage maken over dit bedrijfje, deze camperplaats. Ja. En hij zegt het ziet er een beetje bleut uit als dan de camperplaats leeg is. Dus ja, we zijn heel ordinair omgekocht. Ja. En we staan dan één nacht gratis. Ja, nou dat is toch leuk. En hij heeft dus de camperplaats staat nu eigenlijk vol. En hij doet het dus bij iedereen. We hoorden het net bij onze buren. We hebben Nederlandse buren. Wat hier heel erg leuk is. Er staat hier dus een koelkast in zo'n dat houten hutje wat je net zei. Ja. Sorry. En dan kun je gewoon pakken wat je wil. En je houdt zelf bij wat je hebt gedronken. Ja. En aan het einde, als je gaat, dan zeg je, nou, ik heb zoveel biertjes, zoveel, wat drink jij? Birne, inweer, dinges. Ja. En dan betaal je dat. Het is allemaal een kwestie van goed vertrouwen. Van goed vertrouwen. Hier kan het nog. Ja, en we hebben een mooi uitzicht, dat heeft Ruud jullie al laten zien. We gaan hier wandelen. Hier is dan die houten brug. Die gaan we dan ook bezoeken. En we gaan ons morgen vermaken. Er is hier altijd een briesje. Ja. Ja? Nee, ik wou zeggen, nee, ga maar door. Ja, er is dus altijd een briesje. Dus ja, morgen wordt het ergens in de 30 graden. 33 graden. Dus wij komen de dag wel door. Wat wilde jij nog zeggen? Ik wou zeggen, en luister eens hoe rustig het is. Maar tegelijkertijd dat ik dat zei, begint de kerkklok en hoor ik een vrachtauto rijden. Dus. Ja, maar het schijnt hier, je zit hier wel aan een weg. Het is overal heel rustig. Ja. Dus wij drinken ons drankje op en dan gaan we zo gezellig bij de camper zitten. Wat een plekje, hè? Echt gewoon eenvoudig, maar zo leuk. Ja. Ja. En we zitten nou op onze stoeltjes met dit als uitzicht. En dit is nu jullie uitzicht. Ja. Tijd voor een avondwandelingetje na een heerlijke maaltijd. Brigitte had echt een fantastische Griekse salade in elkaar gefietst. What's new, pussycat? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En jij lekker vleesje gemaakt. Dus ja, dat vinden wij gewoon lekker. Heerlijk. Dus nu ga je eventjes het buikvet verminderen. Met actieve beweging. Maar even omdraaien hoor.
Kijk eens wat je dan ziet, hè. Ik vind het zwarte woud echt prachtig. Ah, de temperatuur is nu ook heel fijn. Het was overdag 30 plus, dus dat was afzien. En nu, wat zal het zijn? 20, 25 maximaal. Dus ga even een klein stukje lopen. Kijk naar je, zo ziet het eruit vanaf de andere kant. Hier beneden loopt een tramlijntje. En daar staan wij aan de overkant met het grijze neusje. En dat is dan de omgeving hier, waar wij nu rondlopen. Wat betekent dat? Mooi, hè? Ja, maar ik dacht van, er is nog een camperplaats, maar dat zijn wij. Dat zijn wij, ja. Ik weet niet of het te zien is, maar daar lopen mensen naar beneden om bij dat riviertje te komen. Ik ga eens even inzoomen. Ja, onder in beeld zie je ze lopen. En daar is het riviertje. En we staan nu onder een brug waar telkens auto's overheen razen. Stukje van, dan zie je dit. Leuk toch? Moet je goed kijken naar die wortels van deze boom. Zo bijzonder hoe dat dan gewoon zo kan groeien. Heel leuk om te zien. Wat is jouw indruk? Een slaperig zwarte wouddorpje. Nu. Ja. Maar ja, van het weekend is hier carnaval. Ja. Gekhuis. Ik zie ze al, ach Germ, die kindjes hier in de optocht. Die steile weggetjes. Het zijn wel steile omhoog weggetjes. En omlaag. Wow, dat weggetje waar ik hier heb afgelopen. Ja. Dat is echt een heel steile weggetje. Nou, we zijn goed ausgebouwd. We gaan terug naar de camper. Ja. Nou, net een stukje gelopen. Ik heb mijn lesje gedaan. Ja, dat laat ik jullie niet horen. Dat is echt nog helemaal niets. En Ruud heeft toch ook een muziekboek meegenomen. En die is nu ook even aan het oefenen. Het is, nou, na negenen, dus we maken het niet te laat. Dus krijgen we misschien klagende buren. Dat is niet nodig. Kijk, Ruud speelt heel goed. En ik heb een, wat heb ik, bitter lemon shorten. Nou, leven is goed.